Ik moet er ook niet te veel over hebben, want dan moet ik huilen. En dat wil ik nou juist voor zijn. Ik zorg over het algemeen heel goed voor mijn planten, maar... Als we even zijn blauwe besjes laten zien. Ja. Lekker hoor. Home essentials. De eerste... Zwembles! Nice. Nou, en de jongens hebben voor mij de tafel gedekt. Kijk hoe netjes. Het is altijd gesloten hier. Smakelijk. Elias, kom je ook? En zoveel tijd hebben we niet. Ja, maar zullen we de beer wel hier laten? Die is te groot voor in de rustzak. He? Nee, je wil eten. Nee, dat kan niet, lieverd. Nee. Zo, die erin. Kijk. En die. Ja. Oh. Zit ik wil vol. Deze. En je deze nog, hè? Die. Oh ja. Ja. Goed zo. Nou, dan kan de rits dicht. Deze ook. Doe maar. Verder. Zo. Ja. Goed hoor. Ja. Zo. En dan kan je hem omdoen, hè? Net alsof je naar school gaat. Nee, ik ga niet naar school. Nee, naar het? Kinderdag. Kinderdagverblijf. Welkom bij Vlogmas dag 21. Mocht je denken, wat heb je waterige ogen? Dat klopt. Ik heb net wel een traantje gelaten, want Elias ging voor het eerst wennen bij het kinderdagverblijf. En het is echt maar een paar uurtjes. Maar hij was zo, ja, echt heel zielig gewoon. Hij was echt heel zielig. Soms kan hij, als hij dan iets niet wil, best wel... extreem zijn in zijn emoties, maar hij was nu juist heel ingetogen en er liep echt zo'n traan over zijn wang en toen deed hij echt zo. Ik moet er ook niet te veel over hebben, want dan moet ik huilen. Oh, dat je echt denkt, mom life, de een zal echt denken, waarom huil je? Maar om hem dan zo te zien en dan nieuwe omgeving, terwijl ik weet dat hij het hartstikke leuk gaat vinden hoor, maar mama moet ook even wennen. Dus het is voor ons beiden even wennen. Maar ik weet zeker dat hij het heel leuk vindt. En hij gaat nu echt maar 3 uurtjes. Dus over 2,5 uur haal ik hem alweer op. Ik ga even naar de Action, want ik sta voor de deur. En ik heb een paar dingetjes nodig. Waaronder een nieuwe oplaadkabel voor de telefoon. En nog een paar kleine dingetjes. Dus ik ga even kijken, maar het zal niet heel veel worden. En daarna ga ik gewoon lekker door naar huis, want ik heb wat editwerk te doen en een beetje opruimwerk. Dus dat gaan we maar doen. Genoeg te doen, dus ik heb ook genoeg afleiding. Maar ineens schiet het me dan helemaal, ineens schiet ik dan gewoon helemaal vol. Dus hoort erbij, mag er ook zijn, denk ik dan. En het is bizar, want hij gaat natuurlijk al, hij gaat al ruim 2 jaar naar de opvang. Maar dan natuurlijk naar de gasthouder. 2 verschillende gasthouders. En dat was ook wennen in het begin. En ook moeilijk. En soms nog steeds dat je denkt, ja, als ze dan geen zin hebben, is het gewoon niet fijn om ze een hele dag weg te brengen. Maar ja, de plicht roept. En dit is gewoon weer wennen. Het is gewoon nieuw. Dus het komt ook wel weer helemaal goed. Maar ja, ik vind altijd wel... Ik kan best wel streng voor mezelf zijn, omdat ik dan ook nu weer kan denken... Jeetje, daar hoef je toch niet om te huilen. Hij heeft het hartstikke leuk, bla bla. Maar ja, emoties mogen er ook zijn gewoon natuurlijk. En er zullen vast ouders zijn die het niet hebben. Maar ik heb het wel. En er zullen vast ook genoeg zijn die het ook wel hebben. Dus janken als ze naar de opvang gaan. Janken als ze voor de eerste keer naar school gaan. Is er maar even vanmiddag zwemles. Misschien moet ik dan ook wel janken. Allemaal mijlpalen, allemaal nieuwe dingen. Is gewoon... Ja, dat brengt emotie met zich mee. Nou, ik hoef het ook helemaal niet uit te leggen. Want jullie zijn ook niet gek en niet dom. Ik ga naar binnen. En dan spreken jullie straks weer. Het is allemaal gelukt. Ik zal straks even laten zien wat ik nog gehaald heb. Maar ik ga nu eerst een bakje koffie voor mezelf zetten. Lekker met opgeschuimde melk. Daar heb ik heel veel zin in. Even een cappuccinootje. En even iets
even iets erbij snacken. En dan ga ik zo eerst even editen. Want dan heb ik dat maar gehad, want die tijd vliegt ook weer. Voor ik het weet ga ik Elias alweer ophalen. En dan heb ik liever de vlog alvast klaarstaan. Voor vanmiddag in ieder geval. Want anders loopt het weer in de soep vandaag. En dat wil ik nou juist voor zijn. Ik moet even hier een beetje plek maken. En dan kan ik koffie maken. Ik ga dus wel mooi op de bank editen. Ik kan natuurlijk ook heel verstandig aan tafel gaan zitten. Maar we doen chill modus. Heerlijk koffietje erbij. Oh. Toen ik bij de Action stond, toen had ik hier al zoveel zin in. Ja, lekker. Nou kan ik aan de slag. Ik zit dus de vlog te editen. En ineens dacht ik, want ik had laatst al dat ik zag dat de planten weer water nodig hadden. Maar ik merk dus dat als het geen zomer is, dan denk ik gewoon minder aan mijn planten of zo. Heel slecht. En dat gaat dus planten ook niet al te best af. Ik zorg over het algemeen heel goed voor mijn planten, maar... En toen was ik dus aan het editen. En toen dacht ik ineens, oh, die plant in de hoek. En die hangt er echt heel slap bij, heel zielig. Maar ik denk dat deze wel weer opknapt. Maar ik dacht, ik ga dat nu eerst doen, want anders komt het niet goed. Oh jee. Deze is te veel gegeven. Nou, dat komt ook wel goed. Deze. Ja, echt niet handig. Deze heeft zo'n zelfreserve balletje. Die gaat wel lekker volgens mij. Zielig. Oeps, oeps, oeps. Sorry planten. Dat is niet goed van mij. Maar goed, ik ga nou weer door met editen. En ik ga later even de rest van de planten checken. Maar deze moest nu water. Anders kon ik hem denk ik echt wegmikken. Kijk nou, arme plant. Oh, ik vind het gewoon zielig. Ja, ik ben zo een dat ik echt medelijden kan hebben met een plant. Maar ik heb er ook echt gewoon niet meer aan gedacht. Elke keer dacht ik, ja, ik doe het zo. Nou ja, ik denk dat die nog wel weer omhoog gaat staan. En dat die weer opknapt. Maar hij hangt er nu wel heel zielig bij. Deze nog even. Het laatste scheutje. Volgens mij. Oh ja. Nee, die heeft wel genoeg. Nou, de rest gaat volgens mij wel lekker. Kijk, deze met die bol. Die regelt het allemaal zelf. Maar de rest moet ik toch wel onderhouden. Ik heb deze dus net ietsje te vol gedaan. Maar dat komt ook wel weer goed. Komt allemaal weer goed. Nou, ik ben lekker op weg met editen. Dat gaat de goede kant op. Ik moet nog wel een stukje. Maar goed, dat... gaan we straks doen. Ik ga Elias zo ophalen. Wel weer zin in. En vanochtend was ik met de auto gegaan omdat ik daarna door naar de Action ging. Eigenlijk is het zelfs korter om op de fiets te gaan omdat ik dan niet om hoef te rijden. Dus ik ga even op de fiets. Het ziet er naar uit dat het gaat regenen, maar ja, ik ga toch met de fiets. We zien het wel. En anders capuchon op, dan is het weer niet anders. Ik ga nog even kijken. Oh ja, nou over 5 minuutjes fiets ik ongeveer weg. Ja, het is echt 5 minuutjes fietsen ook. Dus het is eigenlijk heel dichtbij. Oh, ik ben heel benieuwd. Ik heb nog meer foto's en filmpjes gehad. En volgens mij gaat het hartstikke goed. Ach, hartstikke leuk. En dan heb ik daarna nog even de tijd om ook zelf te lunchen. Ik heb al best wel veel trek. Maar, oh, ik zal deze er even inzetten. Oh, heb ik dit nou niet goed gedaan? Nee, volgens mij niet. Oh, balen. Oh, ik heb weer een fout gemaakt met bestanden. Nou ja, moet ik hem even afsluiten en vervangen. Anders dan gaat dat ook niet goed komen. Ik ben er lekker bij mijn hoofd. Action Shop log komt dus straks, maar even ergens tussendoor. Want dat ga ik nou niet meer redden. Daar gaan we. Oeh. Ik vind het toch best wel weer fris buiten. Dus lekker de sjaal om. Op naar Elias. Nou, daar is hij weer hoor. Wat is dit? Hé, hey, vertel eens Elias, wat heb je gedaan? Ik was bij de kinderdagverblijf. Ja, en was het leuk? Ja. Fijn jongen. En je hebt 3 boterhammen gegeten, ja. Hè? En fruit? Ja. Oh,
lekker hoor. Hé, hey, mama gaat ook even eten. Jij wou nog wat blauwe besjes, hè? Ja, okay. Ik wil ook. Als we even zijn blauwe besjes laten zien. Ja. Lekker hoor. Nou, je hebt het al kunnen zien op de thumbnail, maar ik heb deze gehaald. Een aantal van jullie tipten over de broodroosters bij de Action. Ook bij de Lidl heel veel, Lidl. Maar die bij de Action is 9 euro zoveel. En ik denk, ja, ik ga het voor dat bedrag toch echt even gewoon uitproberen. Ze hadden zwart of wit. Ik zal hem ook gelijk even unboxen. Ja, weet je, een broodrooster, het hoeft niet geweldig te zijn. Het kan wat mij betreft heel eenvoudig zijn. Kijk, daar kunnen we broodjes in roosteren. Oh, lekker, Elias. Dat wil ik niet doen. Nee, want nu heb ik een ander broodje in de airfryer. Een triangel. Nou, top. Dit lijkt me helemaal prima. Ga het opmaken. Ja, even het flesje eraf. Hier, help maar. Woe, kijk eens. Home essentials. Ja. Kijk. Wow, lekker hoor. Zal ik zo ook nog wat drinken voor jou pakken, ja? Nou, ja, wat moet je ervan zeggen? Een mooie broodrooster. Dit is een boekje. Ja, ga maar hier het boekje even bekijken. Ja. Kan jij kijken hoe die werkt? Maar hij was €9,98, geloof ik. Dus, kijk, zo moet je. Ga dat proberen. Kijk, zo moet je. Nou, ik krijg zo'n ding nooit meer in de doos als je er helemaal uit hebt. Nog niks, wat. Niks. Kijk, dan moet ik. Cadeaupapier voor je weet maar nooit in deze tijden. Als we hem ophalen. Nou, dat denk ik ook niet. Ja, heel boring, maar aluminiumfolie. Ik zat dus gisteren bij de Lidl zat ik te kijken. Was geloof ik €2,50 of zo voor een pak. En deze was €1,44. Ik gebruik dit ook niet heel veel meer, moet ik zeggen. Maar toch mis ik het soms. Dan grijp ik mis en dan ja, heb ik wel andere oplossingen. Maar ik wou het gewoon weer even in huis hebben. Just in case. Dus vandaar aluminiumfolie. Lekker boeiend. Dan heb ik nog iets wat voor de jongens denk ik wel leuk is. Vooral voor Ismael, want die vindt knippen ook heel leuk. En toen zag ik deze Spider-Man schaar. Dus daar is hij vast blij mee. En ik denk misschien dat Elias hier wel mee kan oefenen. Wie staan hierop, Elias? Spidey! Mag ik die hebben? Ja, dan gaan we samen. Gaan we straks even dat doen. Als we deze Ismael ophalen. Ja, die is voor Ismael. Die voor mij? En ja, voor jullie allebei is het. Als jij die, wil jij die even daar op de tafel leggen? Bij de knutselspulletjes? Nee. Die liggen daar toch al. Oh. Deze alleen. Oké, okay, nou. Leg maar die er neer dan. Oh, nou. Doe maar wat jij wil. Ik heb deze oplader. Dit was een van de duurdere. Maar ik had dus de laatste keer die goedkopere gekocht. En die is dus al ja, binnen no time kapot. Dus ik hoop dat deze het goed doet. 2 meter. En deze was geloof ik 7 euro nog wat. Nee, misschien nog wel 8 euro. Ik weet het niet. Maar hopelijk doet die het al gewoon goed. Ja, zal best. Ik moest sowieso een nieuwe hebben. Dan hebben we nog mijn favoriete. S-N-O-E-P-J-E-S. Ik zeg het maar even niet hardop, want dan wil hij het meteen. Maar dat zijn dus van die hele zure. Ik vind die echt... Mama, ja, mag allemaal. Ja, dan gaan we straks kijken als mama gegeten heeft, ja? Maar die vind ik dus heel lekker. En wat ik ook nog weer zag... kom eens. Ik zag nog wat nieuwe... kunstnagels, plaknagels, hoe noem je dat? En ik denk, ja, aangezien die gel, dat gelspul bij mij niet werkt, ga ik gewoon voor die... Mama, dat... Maar ik heb dus nog 2 soorten plaknagels meegenomen. Deze, die vond ik ook wel heel feestelijk. Dus misschien dat ik die ga opdoen. Maar ik zag ook deze. Ja, dat weet je wel toch? Om de plastic in te doen. Die vond ik ook wel heel cool. Nou heb ik ook een gewone nagellak een beetje in zo'n soort kleur. Ik ga even kijken of ik deze dan opdoe misschien. Of eerst die nagellak proberen. Maar op zich... Ik heb dat echt niet. Hè? Nou, dan doe ik het zo zelf wel, ja? Maar kijk, de feestdagen komen er bijna aan. Dus misschien hey, dat mama, ik dan... kijk eens. Misschien dat ik dan deze wel opdoe. Mama, want die kijk, zijn al... hier zit ook spanjol. Misschien dat ik dan deze wel opdoe. En ik heb natuurlijk laatst ook al een keer van die nagels gekocht.
die heel feestelijk zijn. Maar ja, we hebben ook nog oud en nieuw en kan natuurlijk altijd feestnagels. Oh, hier zit geloof ik tape bij of zo. Wat je kan plakken. Ik ben benieuwd. Dit is geloof ik wel echt met, with glue staat er. Nou, we gaan gewoon het een en ander uitproberen. En dit was het ook. Dus een kleine Action Shoplog. Maar dan hebben we het maar weer laten zien. En ik ben heel benieuwd naar de broodroos. Ik ga hem nu niet gelijk uitproberen. Maar ga je nu eten? Omdat ik dus een ander broodje heb. Maar ik ga in het weekend denk ik... In het weekend ga ik hem denk ik wel uitproberen. Cadeautjes van mij. Of misschien morgen of zo. Maar deze cadeautjes voor ons. Ja, dat is voor jullie, hè? Schaartje. Niet voor mensen. Niet voor mensen. Jullie zijn toch ook mensen? Ja. Of niet? Ik ga lekker wat eten. Maar zo, laatste beetjes gedaan voor de vlog. Met deze op schoot. En nu ga ik eigenlijk nog eventjes stofzuigen hier. Dat kleed in ieder geval. Dan is het alweer tijd om Ismael op te halen. Ik moet even mezelf van de bank afwijzen. Ik ben een beetje aan het inkakken. Maar ik heb lekker geluncht. Mama, je moet... Ik zie niet. Ik ga van de bank af. Nu. Pak wel een papiertje voor jou. Ik ga blazen, mama. Ja. Ha, en goed is zo. Het lekker hier warm, hè? Ja, het gaat lekker ruiken, hè? Zo. Ja. Voor naar de volgende stop. Want Ismael gaat naar de eerste... Zwemles! Maar we zeggen doei, oma. Ja, oma gaat ook even mee, hè? Maar die zit even in eigen auto, nee, want... Doei. Die gaat daarna weer door naar huis. Maar ik ben heel benieuwd. Ismael heeft de hele dag al super veel zin in. En die zit echt te popelen om te gaan. Yo. Dat kan niet, hè, meneertje. Ik had voorrang. Ben ik eens even heel blij dat ik gisteren genoeg pasta heb gekookt. Want de jongens zijn uitgehongerd. Vooral Ismael. Die heeft echt heel veel trek gekregen na het zwemmen. Maar het ging hartstikke goed. Hij vond het heel leuk. Het vloog voorbij eigenlijk. Maar het was wel lastig. Want Elias wilde natuurlijk ook zwemmen. Dus ja, die moesten we echt even afleiden. Dus ik ben benieuwd hoe dat de komende keren gaat. Maar nu even lekker dus de pasta aan het opwarmen. Ik zal ze alvast wat drinken geven. Maak ook nog even wat sla erbij. En dan kunnen we ook gelijk eten zo. Ja. Lekker even wat drinken. Kijk eens jongens. Kijk mama. Leg die maar even terug, oké? Okay? Alvast de bakjes. Kijk eens. Die kaas nog niet openmaken hoor. Kom maar. Hetzelfde recept als gisteren. Gewoon ijsbergsla met... tomaatjes, komkommer, feta en een beetje mayonaise. En deze is ready to eat. Nou, aan tafel. Nou, en de jongens hebben voor mij de tafel gedekt. Kijk hoe netjes. Enig is, kijk Elias, mama zit daar. Oh, maar dat geeft niet. En dan is dit voor Ismael. Nou, lekker jongens. Ja. Nou, serieus, we hebben zoveel gegeten. Pan is leeg, de sla is op en Ismael ook, die bleef maar. Zij mag nog wat sla en een heel bord pasta weggegeten. Die had echt duidelijk, veel verbrand tijdens het zwemmen. En Elias was dus eerst klaar. Die had echt geschrokt en die was klaar. Die had ook zijn hele bord leeg. Ik heb nog een keer wat opgeschept. Nou, echt heerlijk gegeten. Ik ben wel helemaal kapot. Het was echt een drukke, maar leuke dag. Ik heb heel veel zin om onder de douche te gaan staan. En de jongens willen nog even in bad. Ik zei al tegen... Ismael van wil je dat nog wel na het zwemmen? Maar hij wil het heel graag. Dus... Nou, even nog opwarmen in bad. En dan pyjamaatjes aan. En onderzeil. Ik denk dat ik ook echt heel vroeg erin duik. Ja, ik heb er gewoon zin in. Gewoon zin om te slapen. Heel veel zin om te slapen. Nog twee dagen, dan heeft Ismael vakantie. Wil jij de deur even open doen voor mij? Ja, dank u. Laat maar open, want ik moet er nog langs. Ja, ik moet vrijdag dan nog werken. En dan is het even vrij.
kijk er wel heel erg naar uit hoor. Morgen is nog iets leuks op school. De kerstviering. En dan vrijdag is nog even een lange dag. Auw, Elias. Er wordt altijd gesloten hier. De twee van die doelrakken. Hé hey, jongens, ik ga even fles maken. Hey. Nee, pas op, dan ga je vallen hoor. Niet doen. Oh, even kijken, ik krijg hem recht. Even de waterkoker nog een keer aan. Ik heb zoveel zin om in mijn bed te ploffen. Ik lag er net al even in. Maar de jongens waren nog even aan het videobellen met mijn broer. Dus met hun oom. Ja, tijd om te slapen. Melk, kruik. Check. Ik was weer helemaal vergeten de vlog af te sluiten. Dus bij deze. Ja, het was gewoon een beetje een chaotische avond. Maar ik hoop dat je het een leuke video vond natuurlijk. En dankjewel voor het kijken. En hopelijk zie ik je morgen weer terug bij een nieuwe video. Doei!